Voor de voorbereiding heb je een ontvetter nodig, een spons, een vod, schuurpapierkorrel 150 en een stofborstel. Start met het ontvetten van het meubel en droog af met een vod. Eventuele gaatjes en barsjes kan je opvullen met Polyfila houtvulpasta. Schuur het meubel op en ontstof. Voor het lakken van hout heb je schuurpapierkorrel 240 nodig, een stofborstel, een verfborstel en een lakrol. Breng de Levis primer aan. Gebruik de borstel om de randen en de hoekjes te schilderen. Voor de grotere oppervlakken gebruik je de lakrol. Hierbij is het belangrijk dat je altijd in twee richtingen werkt. Zet eerst enkele verticale strepen en rol deze horizontaal uit. Zo wordt de verf goed verdeeld over het oppervlak. Rol een laatste maal zachtjes uit van onder naar boven voor een egaal resultaat. Na het drogen van de primer schuur je op en ontstof je. Breng dan op dezelfde manier een eerste eindlaag aan. Bij een lak is het aangeraden om niet te veel verf in één keer te nemen en dunne laagjes aan te brengen. Om een egaal kleurresultaat te bekomen is het belangrijk de verf vooraf goed op te roeren. Is de eerste laag droog, schuur dan licht op en ontstof opnieuw. Breng daarna een tweede en laatste eindlaag aan. Doe dit altijd op dezelfde manier. De verf kruisen en eindigen in dezelfde richting. Geniet van je resultaat. Heb je nog bijkomende of specifieke vragen? Bel gerust naar ons gratis nummer 0800 24 111.